Wat leuk dat je kijkt naar onze nieuwe serie De Stap. Ik ben Aniek ten Duizen, meer dan 17 jaar ondernemer. En in deze serie nemen we je mee in het leven van de ondernemers achter 3 verschillende bedrijven. Maar wie zijn deze ondernemers en wat maakt ondernemen voor hun nou zo leuk? Laten we eerst eens kennis gaan maken. 8 weken lang nemen we een kijkje achter de schermen bij startende ondernemers. Vanuit verschillende branches en perspectieven laten zij ons zien waar je als startende ondernemer tegenaan loopt. Maar juist ook wat ondernemen zo leuk maakt. Ondernemen is echt voor iedereen. Wanneer neem jij de stap? Voor onze eerste ondernemers reizen we af naar het magazijn en kantoorpand van de 2 zeer creatieve oprichters van de ITList. Ik ben Bo, ik ben 30 jaar en ik ben mede-eigenaar van de ITList. Ik ben Valentina Cacavale, ik ben 34 jaar en ik ben mede-eigenaar van de ITList. De ITList is op dit moment een online platform waar je alle IT-items van het moment kan vinden. Dus dat zijn eigenlijk alle trends die je als vrouw zijnde nu wil volgen en dragen, die kan je vinden op onze website. Onze doelgroep is in principe heel erg breed. Dat is het meisje van 18 tot de vrouw van 40, 45 en zelfs ook wel 50. Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen zich comfortabel voelt in onze kleding en dat in principe iedereen het ook kan dragen. Ik heb altijd al heel erg graag iets voor mezelf willen doen. Het gaat echt heel erg lekker. We zitten echt in een super stijgende lijn. En daar komt heel veel bij kijken. Dus we merken ook wel echt dat we een beetje sneller groeien dan dat we hadden verwacht. Maar dat vinden we ook wel weer heel leuk. Want wij zijn wel echt 2 meiden die dat ook echt nodig hebben. Dus die rush een beetje erin hebben zitten. Dat is echt heerlijk. Deze bij die camel hier? Ja. Wat we eigenlijk doen is content maken voor onze Instagram feed en voor onze stories. En wat we dan doen is laten zien hoe wij setjes stylen en wat we in de collectie op dit moment hebben. En dat zo leuk mogelijk over te brengen, zodat de klant ook echt weet hoe die zichzelf kan stylen met de items die wij op onze site hebben. Leuk. Dat je een beetje dit vibe krijgt. Dan kunnen we ook nog altijd kiezen om deze te stylen met dit rokje. Maar dan wil ik even een zwarte top of iets. Ik vind het leukst aan ondernemen de spanning die erbij komt kijken, want je weet echt... Elke dag is anders en elke dag sta je weer voor verrassingen. Ik heb mega veel geleerd. Ik dacht echt dat ik alles al wist toen ik dit begon en dat is natuurlijk niet zo. En dan loop je tegen superveel dingen aan, maar je leert vooral gewoon heel erg veel. En wat ik leuk vind is dat dit ons bedrijf is en dat we ons niet aan regels hoeven te houden, maar dat we het echt zelf kunnen bepalen. Als ik vandaag dit beslis om te gaan doen, dan doen we dat dus ook gewoon. En dat werkt ook gewoon en vaak ook niet natuurlijk. Alleen dat vind ik heel lekker aan zelfondernemer zijn. Dat je gewoon echt je eigen visie, je eigen creativiteit erin los kan laten. Ik denk dat de dromen, als ik ook voor Bo spreek, ja, schat ik in dat zij dit ook zal zeggen, dat we echt een brand worden die wereldwijd bekend is en het wereldwijd goed doet, succesvol is, worldwide shipping, dat we eigenlijk iedereen alleen nog maar in de ITList wil lopen eigenlijk. Na deze dames ben ik benieuwd naar de visie van 2 heren. Ze zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van vernieuwde horecaconcepten onder de naam Hot 360. Dus dit is het pand, zijn we nu begonnen. Vandaag is de eerste dag dat we hier officieel gaan beginnen. En we hebben een kantoor uitgekozen zodat we even gefocust bezig kunnen zijn met ons project. Laten we jullie meenemen en laten zien. Ik ben Robert, ik ben beginnend ondernemer. Ik ben van plan een verandering te maken in de wereld. Met eten wat eerlijk is en goed is voor je lichaam. De reden dat ik echt zelf ben gaan ondernemen is omdat ik eigenlijk met heel veel mensen niet eens ben. En daar wil ik mijn eigen draai aan geven. Dan wil ik echt op mijn eigen manier laten zien dat het kan. Hey. Hey Rob. Waar is het? Ik ben Robin de Meza. Ik ben nu bezig met een health food concept samen met Robert aan het ontwikkelen. Ja, dat gaan wij dus nu flink aan de slag mee. Hier gaan we de komende tijd gewoon werken aan ons project. En gaan we er gewoon wat van maken. Waar gaan we mee beginnen? Ja, ik zit wat te onderzoeken. Hot 360 is echt het platform om te proberen te bouwen waar denkers en doeners bij elkaar komen. En van waaruit wij concepten ontwikkelen en eigenlijk verwerken tot complete brand. Wat we nu willen gaan opzetten, of waar we nu mee bezig zijn, is een mix te vinden voor eigenlijk de mensen die te druk zijn of verslaafd zijn aan het fastfood. Eigenlijk gewend zijn aan het fastfood eten en dat op een gezondere manier willen doen. Daar willen wij eigenlijk een antwoord voor vinden, dat mensen eigenlijk nog steeds hunzelfde trekjes en manieren van doen kunnen behouden. Alleen dat bewuster doen en echt een keuze geven dat ze dat bewuster kunnen doen. En dat eigenlijk uitvoeren tot een manier dat het ook lekker en vrij voelt om te doen. Fast food made healthier.
We zitten nu in de ontwikkelingsfase. Het is voornamelijk nu dat wij heel veel denken aan leveranciers zoeken, ons logo. En ja, de processen daaromheen die we moeten volgen. En dat is nu voornamelijkste waar wij nu in zitten. Over 8 weken, ik hoop dat ik echt de deuren open kan maken voor onze vestiging en bezig kan zijn met het verkopen van heerlijk en gezond eten. We moeten de master zijn van alles wat we verkopen. We kunnen nooit zeggen, oh, ik weet het niet. Al vragen ze van, wat is dit ingrediënt, waar komt dat vandaan? So we gotta start living what we preach. Practice what we preach. Voor de laatste ondernemer gaan we naar het altijd gezellige Brabant. Hier ontmoeten we de bedenker en oprichter van het online platform Handwerpmarkt. Ik ben Nicole, ik ben 23 jaar en ik woon in Sprangkapelle. Ik ben momenteel bezig met mijn master HTI op de Universiteit van Eindhoven. En ik ben ondernemer en oprichter van de Handwerkmarkt. Handwerkmarkt is een platform voor creatievelingen. Het is eigenlijk een soort van marktplaats, alleen dan dus voor handgemaakte producten. Iedereen is welkom, dus van hobbyist tot kleine ondernemer, iedereen kan zijn handgemaakte producten te koop aanbieden op het platform. En ik sta heel erg voor dat iedereen een podium krijgt en dat op een kosteloze manier kan. Ja, het vanuit huis werken bevalt supergoed. Ik heb beesten die me altijd gezelschap houden, die me positief stimuleren en die me motiveren en die me ook inspiratie geven. En dat is echt super fijn. Stap 1. De basisinstellingen van jouw winkel. Hier kun je jouw winkel inrichten met bijvoorbeeld een banner, profielfoto, telefoonnummer en iets over jezelf. Ik heb op een vrije school gezeten vroeger en mijn moeder is echt een creatieveling. En eigenlijk op hele jonge leeftijd zat ik al met haar mee te knutselen tijdens het haken van deze knuffel. Toen heb ik Handwerkmarkt bedacht. Want ik dacht van ja, waar kan ik deze knuffel nou eigenlijk verkopen en hoe doen mensen dat nou eigenlijk? En toen ging ik zoeken en toen bleek er niet echt een leuk Nederlands platform te zijn waar dat kon. En ik denk ook van ja, creativiteit moet gewoon een podium krijgen, want het is zoveel meerwaarde. Dus eigenlijk vanuit mijn eigen passie voor handwerk inderdaad heb ik uiteindelijk Handwerkmarkt bedacht ook. En uiteindelijk dus echt werkelijkheid van gemaakt. Ik wil gewoon iets anders dan anderen. Dus ik wil niet dezelfde weg volgen. Ik wil gewoon mijn eigen weg kiezen en mijn eigen pad inslaan. En ondernemen is daar gewoon echt een hele goede vorm van. Waardoor ik en mijn creativiteit kwijt kan. En ook mijn capaciteiten met mijn denkvermogen, zeg maar. Dat ik dat ook kan gebruiken. En dat is eigenlijk de perfecte mix ervan. Over 8 weken hoop ik echt dat het platform een hele grote boost heeft gekregen. Dat het netwerk zo uit is gebreid dat het gewoon uit zichzelf kan draaien en kan groeien. En dat is wel echt mijn doel voor de komende 8 weken. In deze eerste aflevering heb je alvast de gezichten kunnen zien achter de ondernemingen en wat zij doen. In de volgende aflevering gaan we ze ook echt aan het werk zien. Ben je ook benieuwd naar hun groei? Abonneer je dan op dit kanaal en een duimpje omhoog is natuurlijk ook altijd welkom. Tot volgende week!